Breda Nu. Je weet het meteen. 160 jaar lang stond er in Breda een fabriek, een ijzergieterij, eerst op de Haagdijk en later op de tramsingel, die uitgroeide tot misschien wel de beste van Nederland. Ze maakten er van alles. Spoorwegrails, landbouwwerktuigen, maar toch vooral kachels. Cornelis Klep is de oprichter van de gieterij en heeft dat uitgebouwd. Op een gegeven moment overleed hij en is eerst zijn vrouw en daarna zijn zoon heeft het overgenomen. En die heeft echt het bedrijf helemaal uitgebouwd tot het bedrijf wat we kennen. Daarna heeft zijn zoon het weer overgenomen en die is daar weer mee verder gegaan. Dus echt de familie Klep die dat heeft uitgebouwd. En is het een familiebedrijf gebleven tot het allerlaatste toe? Nee, helaas niet. We hebben vanavond in het publiek ook Erik Klep zitten. Dat is de laatste teller van de familie Klep. En dat is de achterkleinzoon van de Cornelis Klep die de fabriek oprichtte. En die is in 1975 uit het bedrijf geschrapt toen er allerlei overnames waren. En dat is, dus familie Klep is er toen een beetje uitgestapt. Waarom is juist deze fabriek een van de allerbeste gieterijen van Nederland geworden? Ze maakten hele duidelijke spullen. Ze waren heel kwalitatief, was het goed. En het was betaalbaar. Dat is eigenlijk iets wat de rode draad is door het hele verhaal van Edna. Zelfs nu het geen Breda's bedrijf meer is. Het is nog steeds goed betaalbaar spul van goede kwaliteit. Nu valt het onder Edna, of ATAG Nederland als Edna. En dat het is eigenlijk steeds hetzelfde gebleven. Dus dat was de kracht van de Edna. En blijven veranderen en blijven innoveren. Waarom kon het zo'n goede kwaliteit gemaakt worden hier in Breda? Was daar nog een specifieke reden toe dat het hier in Breda kon? Ik denk het niet. Ik denk dat het vakmanschap van Cornelis Klep was, waarmee hij begon. Hij was ook vlak na het begin werd hij al geroemd om bepaalde stukken die hij goot. En dat was echt binnen een jaar stond hij op de kaart, om het zo maar te zeggen. Meneer Klep, u bent de vijfde generatie van de oprichter eigenlijk van de Edna. U bent 15 jaar directeur geweest zelf in de jaren 60 en 70 tot 1975. Hoe was het bedrijf toen? Wat trof u daar aan? Een ongelooflijk dynamisch bedrijf. Omdat we de aardgas net achter de rug hadden. Ja, dus saluut kolen, saluut oliekachels. Dat was allemaal voorbij. Hè. Dat was ingehaald door het aardgas. En het aardige daarvan was dat we zelf mochten die apparaten ombouwen. Want er zat mijngas en stadsgas tussen. Wat hij liet zien was stadsgas, hè, die grote ketels die daar stonden. En wat we daar zagen was een omgang van een betrekkelijk klein bedrijf naar een groot bedrijf. Wat vandaag in de krant stond, 1600 man. Nou, dat was toen wat. Stadfotograaf Jurgen Jansen heeft nu een boek samengesteld met daarin de geschiedenis van dit roemruchte Bredase bedrijf. Ik vind het er heel erg mooi uitzien. Ik vind dat het heel erg in beeld gebracht wordt. Wat ik zelf heel aantrekkelijk vind van hoe het bedrijf tot stand is gekomen, welke mensen daar een belangrijke rol in hebben gespeeld, maar ook wat het voor de stad gedaan heeft en hoe de stad ook weer invloed heeft gehad op hoe zo'n bedrijf zich kon ontwikkelen. Dat vind ik zelf heel erg mooi, om die wisselwerking tussen de mensen, de stad en het bedrijf, hoe dat tentoongesteld wordt in dit boek. Jij bent zelf stadsfotograaf. Hoe vond je het om dit boek te maken? Je hebt al eerder boeken gemaakt over industrieel erfgoed als de Faam. En de Lonka, hoe was het om dit boek te maken? Ja, geweldig. Dit is een van de bekendste bedrijven van Breda. En ik kwam erachter dat mijn overgrootopa ook nog onderdeel was van het bedrijf. Hij was de bedrijfsleider vanaf 1923. Dus het wordt ook een stukje persoonlijk verhaal werd het toen. Dus, en er zijn zoveel mensen die de Edna kennen. Nu nog steeds, de slogans uit de jaren 50 kent iedereen nog steeds. Sterker nog, ze worden nu nog steeds door ATAG Nederland gebruikt in hun shows. Noem er nog eens even eentje. Iedereen kent wel in ieder huis een Edna fornuis. Dat is wel de bekendste die er is. En die haalt nu nog steeds in de showroom van ATAG. Breda Nu. Je weet het meteen.